Welkom weer mensen op het internet. Vandaag heb ik een Ford Puma hier staan in een metallic grijze kleur. Hele mooie kleur, een hele fijne flake zit erin. Echter, hij komt niet voor poetswerk, maar voor een kras in de voorruit. Veroorzaakt door een ruitenwisselblad. Ik zal zo meteen even de camera oppakken en de kras laten zien. En hij loopt van hieronder tot bijna door tot dit stuk. En die gaan we eruit polijsten, want in dit geval is polijsten handiger als het vervangen van de voorruit. Dus ik pak even de camera op en laat even de schade zien. Even kijken, ja. Nu zie je hem als het goed is, zie je hem lopen. En hij eindigt aan de rand van de TL-lamp. Dan gaan we de binnenkant bekijken, want ja. Zo, even terug. En nu zie je. Even kijken waar die zit. Ja, daar zit hij. Je ziet hem hier. Zo. Je ziet hem lopen. Voordat we gaan beginnen, gaan we eerst even het spullen bij elkaar gaan zoeken. Ga ik eerst even de auto afplakken, want het kan allemaal een beetje spetteren soms. Dus dat ga ik eerst even doen, spullen bij elkaar zoeken. En dan zie je uiteindelijk straks het eindresultaat. Tot zover, stay tuned. Waar heb ik inmiddels even afgeplakt. En ik heb even op de ruit getekend waar die loopt. Binnen werkgebied. We gaan aan de slag. Zo, we zijn weer een klein stukje verder in de tijd en de kras van deze kant naar deze kant is eruit. Weer heerlijk strak, helder glas. Ik zal ook weer de camera oppakken en dan zal ik even laten zien wat het resultaat is. En dan wil ik bij deze zeggen bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer. Ciao. Nou, zoek hem maar op in de verlichting. Helaas, je zal hem niet aantreffen. Ik zal nog even één keer van de binnenkant uit filmen. Zo, even van de binnenkant uit. Hij is weg. Wederom, bedankt voor je belangstelling. Tot de volgende keer.